Ja, de politie in Rotterdam is nog wel altijd op zoek naar één van de mensen die daar 19 november betrokken was bij geweld op en rond de Coolsingel. En er is nu een beloning voor de tip die daar deze man leidt. Deze verdachte, die nummer 52 in het dossier kreeg, gooide die nacht bijvoorbeeld een verkeersbord naar een busje waar politieagenten in zaten. Ze werden gelukkig niet gespiesd door de stalen paal. Zijn agressie richtte zich duidelijk op mensen, want hij probeerde hier een agent die al achterna werd gezeten door een boze meute neer te schoppen. Wat was er gebeurd als die was gevallen? Voor de gouden tip over deze verdachte is nu een beloning uitgeloofd van 2500 euro. Overigens werd onlangs een man die betrokken was bij het in brand steken van een auto die 19 november tot 4 jaar cel veroordeeld. De brand richtte zo'n 3 ton schade aan en een wooncomplex liep gevaar. En uiteraard mag je dus anoniem tippen over deze nummer 52 in dat dossier. Maar dan kan die beloning niet uw kant op komen, want de politie weet dan niet wie u bent. Wilt u wel aanspraak maken op de 2500 euro? Tip dan via een tipformulier, bel anders 0860 70 of praat vertrouwelijk via het team Nationale Inlichtingen.